vaststellen van de prijs houdt men rekening met wat de consument kan en wil uitgeven voor een product, de prijsstelling van concurrerende aanbieders en de kosten die nodig zijn om een product te produceren. De factor prijs heeft 4 belangrijke functies. Ten eerste het bepalen van de afzet. De hoogte van de prijs heeft invloed op de afzet. Over het algemeen daalt de afzet als de prijs stijgt. Het bepalen van de omzet. De hoogte van de prijs heeft invloed op de omzet. De omzet is namelijk gelijk aan de afzet maal de prijs. Het bepalen van de winst. De hoogte van de prijs heeft invloed op de winst. De winst is gelijk aan de omzet min de kosten. En de prijs zal andere marketinginstrumenten ondersteunen. Ten eerste prijs en product. De kwaliteit van een product zal de hoogte van zowel de kostprijs als de verkoopprijs beïnvloeden. De prijs kan ook invloed hebben op de waardeperceptie van een product door de consument. Prijs en plaats. Het al of niet aanwezig zijn van een distributiekanaal is van invloed op de hoogte van de prijs. Een nieuw distributiekanaal opzetten kost namelijk tijd en geld. Prijs en promotie. De kosten van promotie worden doorberekend in de prijs van een product. Dus hoe duurder de promotie, hoe hoger de prijs. Je kunt de prijs op verschillende manieren bepalen. Als eerste is er de kostengeoriënteerde prijsstelling. De kostprijs wordt dan verhoogd met een winstopslag. Dit wordt ook wel cost plus pricing method genoemd. Er is een concurrentiegeoriënteerde prijsstelling. De verkoopprijs van de concurrent wordt als uitgangspunt genomen bij het vaststellen van de eigen verkoopprijs. Met backward pricing wordt eerst uitgegaan van de door de concurrentie gevraagde consumentenprijs en de onderneming rekent vervolgens terug naar de affabrieksprijs door de gebruikelijke marges in mindering te brengen op deze prijs. De berekende affabrieksprijs is dan de maximale kosten die mogen worden gemaakt om het product aan te bieden. Bij een concurrentiegeoriënteerde prijsstelling kan ook gebruik gemaakt worden van premium pricing. Dan wordt er een iets hogere prijs voor een product gevraagd dan dat de concurrenten doen. Maar over het algemeen richten ondernemers zich naar de geldende marktprijs en dat noemen we going rate pricing. Bij een afnemersgeoriënteerde prijsstelling neemt de aanbieder de afnemer als uitgangspunt voor het vaststellen van de verkoopprijs en houdt daarbij rekening met de vraag naar zijn product. Hierbij kan natuurlijk ook backward pricing, wat ook wel inverse prijsstelling wordt genoemd, worden gehanteerd. Nu niet met de concurrent, maar met de afnemer als uitgangspunt. Bij prijsbeleving gaat het erom of de consument de prijs van een product als duur of als goedkoop ervaart. De aanbieder zal dan ook proberen door hem gewenste beeld van de prijs van het product over te brengen. We hebben theedoeken voor de keuken, maar ook theedoeken voor de vaat. Altijd het juiste product. Altijd de juiste prijs. Echt, Hema. De aanbieder kan zich richten op verschillende soorten kopers. Prijskopers, die letten alleen op de prijs en minder op de kwaliteit. En kwaliteitkopers, die minder letten op de prijs, maar veel meer op de kwaliteit. Een belangrijk aspect van prijsbeleving is de prijsperceptie. En dat is de waardering of de beleving van de prijshoogte door de consument. Een aanbieder kan hierop invloed uitoefenen. De bekendste methode hiervoor is de methode van psychologische prijzen. Zo, mevrouw. Wat is er met u aan de hand? Ik denk dat ik ADHD heb. Misschien kunt u beter even rustig gaan liggen. Ik denk dat ik er maar even bij ga zitten. Waarom denkt u dat u ADHD heeft? Ik ben een beetje springerig. En ik kan maar niet blijven zitten. Zou het ook nog wat anders kunnen zijn? Het kan natuurlijk van alles zijn. Maar vertel eens iets over uzelf. Nou, ik ben altijd maar bezig, maar steeds denk ik dat men mij niet ziet staan. Het lijkt wel of men mij kleiner ziet dan dat ik werkelijk ben. Ah, ik denk dat ik het al weet. U lijkt te lijden aan het syndroom van de psychologische prijs. De wat prijs? De psychologische prijs. Wat is dat? Psychologische prijzen zijn prijzen net onder het prijsbarrière. Daardoor lijken ze lager dan dat ze zijn. Oh, is daar wat aan te doen? Eigenlijk niet, maar het zijn wel de prijzen waar het meest over gepraat wordt. Ik zal ermee leren leven. Tot ziens. Oh ja, dag. Psychologische prijzen zijn prijzen die vlak onder het prijsbarrière liggen, daardoor lijkt het product goedkoper. Als laatste is het belangrijk voor de aanbieder of de consument de gevraagde prijs wel acceptabel vindt voor het product. Prijsacceptatie is dan ook de mate waarin afnemers de voor een product gevraagde prijs als redelijk ervaren. Het prijsbeleid voor een nieuw product wijkt vaak af van het prijsbeleid voor bestaande producten. Bij nieuwe producten zijn er 2 belangrijke strategieën. Als eerste de afroomstrategie.
Een product wordt tegen een hoge prijs op de markt gebracht. De eerste kopers zijn bereid deze hoge prijs te betalen. Vervolgens zakt de prijs in stappen om steeds weer nieuwe kopers aan te trekken. Het gaat dan meestal om nieuwe, duurzame producten waarbij de vraag voldoende groot is. De tweede strategie is de penetratiestrategie. Het doel is dan om de markt snel te veroveren door een nieuw product tegen een lage prijs op de markt te brengen. Bij bestaande producten kan voor verschillende vormen van prijsbeleid worden gekozen. Als eerste stay-out pricing, waarbij de concurrentie van de markt af wordt gehouden door een lage prijs te hanteren. Put-out pricing wil zeggen dat de concurrent uit de markt gewerkt wordt door een uiterst lage prijs te hanteren. En ook kan er gebruik gemaakt worden van dumping. Een product op de markt brengen tegen een prijs die aanzienlijk onder de marktprijs ligt om snel marktaandeel te verkrijgen. De prijs ligt zelfs onder de kostprijs. De laatste vorm van prijsbeleid is het kortingbeleid. En een korting is een vermindering van de normale verkoopprijs in geld of procenten. Er is daarbij een verschil tussen handelskortingen die gericht zijn op de tussenhandel en consumentenkortingen die gericht zijn op de consument. Bij consumentenkortingen kan je denken aan actiekortingen of aan inruilkortingen. Zijn jullie klaar voor de nieuwste zomerrit? Deze week in de aanbieding. Met de grootste zomerhits, gewoon bij Albert Heijn. Met deze week alle AH verse pasta's 50% korting.